Michiel van der Horst. Yes. Beetje verrassing dat jij de uitnodigingenkaart kwam afgelopen jaar voor de modus. Maar je hebt je ruimschoots verwezen. Kwam het voor jou ook als een verrassing? Ja, voor mij kwam het zeker als een verrassing. Maar ik heb hem met beide handen aangepakt. Je hebt je meer dan laten zien daar. Ja, ik heb leuke dingen laten zien, maar ook wel wat slechtere dingen. Ja, is dat heel gek na een tijdje afwezigheid? Want we hebben je ook landelijk niet zo heel lang gezien. Nee, ik geloof dat toen de corona er was, heb ik ook helemaal niks meer gedaan. Want ik had geen zin om mezelf te laten testen elke keer. Dan had ik zo, ik laad het even en ik zat nog in een dikke verbouwing thuis. Dus ik denk, laad het even zo. En toen kreeg ik dus dat van de modus, maar geen dartbord thuis hangen. Dus heb ik het maar op toernooitjes gedaan en niet heel erg goed daarvoor voorbereid. En daarna, want het loopt nu eigenlijk wel aardig. Klopt, ik heb het dartbord weer hangen, dus ik ben weer aan het trainen. heb je een plan, wil je iets bereiken? Ja, wil je het weer helemaal op gaan pakken? Ja, natuurlijk, ik wil het weer op gaan pakken, alleen ik ga de PDC-kant laat ik gewoon liggen. Want daar ben ik niet klaar genoeg voor, dus dat gaan we niet doen. Dus we gaan het gewoon via de ADC of de WDF even kijken. De ADC sowieso lijkt mij. Ja, ADC ja. Sowieso, ja. En de WDF, je zegt het al, ja, Lakeside, het plaatsingssysteem is interessant op dit moment. Ja, dat klopt. Maar dan zou je wel, in het begin van het jaar zijn heel veel gouden toernooien. Ja. Heb je er al naar gekeken? Word je er warm van? Ja, we moeten er nog even uitzoeken hoe we dat gaan doen. Dus ik moet alles zelf bekostigen, dus ik ook geen sponsors heb. Dus dan wordt het al een stukje moeilijker. Wat een stukje moeilijker, maar je mag wel weer een paar keer naar de modus aankomen het jaar. Ja, dus zeker. Ja, dan gaan we ook lekker proberen te knallen. Nee, daar kijk je echt weer naar uit? Ja, zeker. Ja, ik heb weer plezier in het spelletje. Maar als ik geen plezier in het spelletje heb, dan zie je mij ook naar beneden gaan. Ik moet echt het plezier weer, heb ik weer zelf teruggevonden om er weer te gaan staan. Ja, leuk. Ja. Maar het podium ligt jou wel goed. Ja, het is dan... Vijf dagen zonder publiek natuurlijk. Ja, maar ik vind het podiumspel vind ik wel mooi. Toen ik op Grand Slam stond, had ik eigenlijk het gevoel dat ik in een hele grote kroeg stond. Is dat een voordeel? Denk je dat je als je er zo in staat? Ja, ik heb liever een beetje geroezemoes achter mij dan dat het allemaal zo stil is. Nou goed, we gaan jou aankomend jaar weer terugzien op de modus. Yes. Dankjewel. Oké. Okay.